Goed, we gaan. Ik zal eerst een oefening uitleggen van multiple adderen in het geval van bloedgroep. Een van de ouders heeft bloedgroep A, dus die A heb ik een sterke bijgezet. Dat kan zowel nog een andere A zijn ofwel een O zijn, omdat A domineert tegenover O. In B is eigenlijk een net hetzelfde geval. Je hebt een A sterke, hè, dat kan een A of een O zijn, een B sterke en een O of een B zijn. Ja. Deze krijgen kinderen, zowel met, en alle vier de bloedgroepen zijn aanwezig, dus zowel een A, een B, een AB en een O. Je weet met een O, dat is recessief, komt alleen tot uiting in homozygote vorm, dus dan krijg je zowel de O van je vader als van je moeder. Dus kan niet anders dan een sterke een O zijn en ook niet sterke een O zijn, zodanig dat deze nakomeling eigenlijk zijn O, zijn recessieve allel, zowel van zijn mama en als van zijn papa krijgt. Dus de ouders zijn AO en BO. Vraag 13. Eveneens multiple allelen. Heb je eigenlijk de eerste vraag, moeder bloedgroep A negatief? O negatief, excuseer. Ja, qua genotype is dat homozygoot O en homozygoot negatief. Eenvoudige reden, omdat zowel O als de rhesusfactor negatief recessief is. Bloedgroep AB negatief, kan niet anders, codominant AB qua bloedgroep. Wat betreft de rhesusfactor, twee keer negatief. Beide allelen homozygotisch, waarom? Omdat je recessieve allelen hebt. Dus dat kind is niet anders, krijgt zowel van zijn vader, in dit geval is de moeder, excuseer, dus van zijn moeder als van zijn vader een negatief allel. Dus het kind is sowieso negatief. Dus het is al niet mogelijk wat betreft de rhesusfactor. Kan het een bloedgroep A hebben? Ja, als hij hiervan deze bloedgroep A krijgt, ja, en dan een O van zijn moeder, heeft hij inderdaad in dit geval bloedgroep A. Maar hij is altijd negatief, dus positief kan niet. Oefening B is de moeder bloedgroep AB, hè, met codominant. De rhesusfactor kan ofwel homozygoot zijn, B twee keer plusjes, ofwel heterozygoot zijn. Ja, omdat de positieve eigenlijk domineert ten opzichte van de negatieve. De vader is A positief, die bloedgroep kan zowel AO als AA zijn, dus ofwel hetero ofwel homozygoot. De rhesusfactor kan om dezelfde reden van de mama ook hetero of homozygoot zijn. Als die alle twee heterozygoot zijn, dan kan het kind inderdaad de negatief zowel van zijn mama als zijn papa aangeduid met de pijlen gaan ontvangen. En is het kind qua rhesusfactor negatief. Dus dat kan zeker en vast. AB bloedgroep kan ook. Kijk, als hij de A, hier in dit geval van zijn vader, en de B van zijn moeder ontvangt, ja, dan heb je een bloedgroep AB waar dat codominant is. Dus AB kan zeker, de rhesusfactor negatief kan ook zeker.